Hoi, Tom de Wal hier van Frontrunners. En je kijkt naar een serie met onderwijs over demonie en bevrijding van Jan-Sjoerd Pasterkamp. En Jan-Sjoerd was mijn geestelijke vader, heeft veel voor mij betekend. Zijn onderwijs heeft heel veel voor mij betekend. En ik ben ook goed bevriend met zijn zoon Daniel. En nadat Jan-Sjoerd was overleden, was Daniel bezig om allerlei spullen van zijn vader op te ruimen en uit te zoeken. En hij kwam deze oude DVD, eigenlijk videoserie, het is nog met een oude videorecorder opgenomen, kwam die tegen. En het is onderwijs wat in die tijd heel erg vernieuwend was in Nederland. Er werd destijds nog amper onderwijs over gegeven, dat was heel onbekend. Maar het is ook onderwijs wat Jan-Sjoerd destijds heeft gegeven, wat heel erg bekritiseerd is. En waar sommige mensen het ook niet eens waren met sommige delen. En daarom is het eigenlijk op die tijd ook nooit verder daarna meer gepubliceerd of wat meegedaan. Maar Daniel kwam deze DVD's, deze videoopnames moet ik zeggen, tegen. Hij heeft ze aan mij gegeven. En hij heeft gezegd, joh Tom, dit is onderwijs nog van mijn vader. Ik wil het graag aan jou geven. Maar je mag het voor mij publiceren. Je mag het openbaar maken. Je hebt mijn toestemming. Wees je er alleen bewust van dat er dingen tussen zaten in het onderwijs wat behoorlijk bekritiseerd is. Wat ook controversieel was, zeker voor die tijd. Nou, we hebben besloten om het gewoon allemaal openbaar te zetten, gewoon om je ermee te zegenen. En ik geloof dat hier gewoon normaal volwassenen mee kunnen omgaan. En sterker nog, dat het een hele grote zegen zal zijn voor iedereen die het luistert. En dat we zoveel kunnen leren van wat die generatie gepioneerd heeft, ontdekt heeft en wat ze ons willen leren. En met volwassen omgaan bedoel ik natuurlijk veranderen bepaalde inzichten door de tijd heen. Maar zeker in de tijd dat je aan het pionieren bent en zeker als je dat in je eentje doet, maar met een paar anderen. Weet je, het kan zijn dat we nu anders tegen dingen aankijken. Maar laten we doen wat de Bijbel zegt. Beproef alle dingen, behoud het goede, we toetsen het aan het woord van God en dan komt het altijd goed. En ik heb een zeer groot respect voor Jan-Sjoerd, de bediening die hij heeft gehad. Hoe zijn bediening hele landen heeft veranderd. En wie die is geweest voor mijn leven, maar ook hoe die een geestelijk vader is voor velen. En ook voor veel grote bedieningen in Nederland. En daarom heb ik er ook gewoon alle vertrouwen in dat dit onderwijs goed ontvangen gaat worden. Dat het mensen zal helpen, zegenen om bevrijding te ontvangen of bevrijding uit te delen aan anderen. Deze achtergrond wilde ik even meegeven over deze video's. Geniet van het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En God zegen. Okay, we want to talk about some of the confronting of head demons and then levels and systems tonight. En we gaan wat spreken over het confronteren van hoofddemonen en systemen en niveaus. And before the projector gets here, I want to talk about the size of demons. En voordat de overhead hier is, wil ik gaan spreken over de grootte van demonen. How many of you have seen a demon? Hoeveel van u hebben demonen gezien? Oh, wow! Wow. What does this say about this group? Wat zegt dat over deze groep? Very interesting. Heel interessant. Okay, so what I want to know is, for those of you who have seen one. Dus wat ik wil weten voor degenen die dit deze demonen hebben gezien. How many of those demons were at least as high as the ceiling here? Hoeveel van die demonen waren tenminste zo hoog als dit plafond? Okay, show of hands. Yeah. One is seeing the big ones. Okay. Dus één ziet echt de grote. Okay. A giant of a man. Okay. Van een man. So how many of you, when you saw one, were about the size of the Americans or the Dutch? Yeah. Hoeveel hebben er een gezien die ongeveer de grootte had van een Amerikaan of van een Nederlander? Ja, yeah, Nederlander. Okay. Then how many of you, when you saw one, very good. Goed zo. Okay, saw one that was like this large or smaller? En hoeveel van u hebben een demon gezien die zo groot was of nog kleiner? Wow. Okay, so. Dus. How big is a demon? Hoe groot is een demon? I mean, we've seen at least three different sizes now, right? Dus we hebben nu al drie verschillende grootte gezien. And I've heard of some demonen who are about as tall as this building. Okay. En ik heb zelfs gehoord van bepaalde demons die net zo hoog zijn als dit. Just ignore it. Just totally ignore it, you know? Pretend nothing is happening.
Doe net alsof er helemaal niets gebeurd is. I don't think so. Ik denk het niet. Oké. Okay. So, is a demon this big? Dus is een demon zo groot? Zo groot. Zo groot? Zo big? That's part of your name. Yes! Dat is een deel van mijn naam. Ja. This groot. Yeah. Deze groot. Oeh, dat is scary, isn't it? Dat is een pastor also. En hij is nog een voorganger ook. Okay, so here's the thing that everyone has an idea as to how large they think a demon is. Dus iedereen heeft een idee van hoe groot een demon zou moeten zijn. They're all right and they're all wrong. Ze hebben allemaal gelijk en allemaal ongelijk. These are spirit beings, correct? Want het zijn namelijk geestelijke wezens. So, how big can it be? Dus hoe groot zou die kunnen zijn? As big as you want it to be. Zo groot als jij wil dat ze zullen zijn. So, I have a pen here. Okay? Dus ik heb hier een pen. Nice little cross pen. Een mooie pen. Parker pen. A Parker. Those are nice also. Deze zijn ook mooi. Would you... Okay. Okay. See the tips of those pens. Je ziet de puntjes van de pennen. How many demons can you put on the tip of that pen? Hoeveel demonen zou je kunnen doen op het puntje van deze pen? The answer is... Het antwoord is... As many as you want. Zoveel als je maar wilt. So how many demons can you put in an average person? Dus hoeveel demonen kan je in een persoon doen? Gemiddeld persoon. As many as you can find a vacuum for. Zo groot als het vacuüm is. Now, 99, well let's say, 1 millionth of our bodies are occupied space. 1 miljoenste deel van ons lichaam is eigenlijk ruimte dat daadwerkelijk gevuld is. And the taller you are, the more amazing it is that you can stand up. En hoe langer je bent, des te verbazingwekkender het is dat je nog kan staan. I mean, that is not very much. En dat is dus niet veel. You know, if I consume Gerard with the fire right now. Dus okay? Als ik Gerard verteer met het vuur op dit moment. We just, when it was all over, we just say. En als het dus helemaal goodbye, voorbij was. You know, and go. Tot ziens. En dan zouden we. Yeah. Doei. Doei. Yeah. And he's out of here. It's very little, right? It's heel very klein. Little. Heel klein. Yeah, and if you crush that down even further and continued to burn it. En als je dat verder zou verpulveren en dat verder verbranden. You'd have just a little bit. Dan zou je maar een heel klein beetje hebben. So there's a lot of space in our bodies to occupy in the spirit and in the natural. Dus er is heel veel ruimte in ons lichaam en ook in onze geest om ons te kunnen vullen. People have this idea that there's only a couple demons in a body oftentimes. Dus mensen hebben het idee dat er maar een paar demonen zijn in het lichaam van een persoon. But it's not true. Maar dat is dus niet waar. And the only thing that has created that idea is tradition. En het enige wat dat heeft gecreëerd, die gedachte, is onze traditie. There is nothing in the Word of God that says how many demons are going to be in a body then or now. Er staat niets in het woord van God hoeveel demonen er in een lichaam zijn nu en op een ander moment. Think of how many atoms you have in your body or microbes. Dus denk eens over na hoeveel atomen en microatomen je hebt in je lichaam. Ja, yeah, en molecules en electrons, protons en neutrons. En elektronen, protonen en whatever. Yes. Yeah. Moleculen. Ja, yeah. All of those things. Al deze dingen. You know, it's quite a few. En dat zijn er een heleboel. And you know what? You've never seen any of them. En weet u hebt ze nog nooit zelf gezien. You could look in the mirror until you die and you wouldn't see those. En je kan kijken in de spiegel totdat je sterft en je zou er niets van kunnen zien. It's the same thing about the demons. En dat is hetzelfde met de demonen. You may be seeing upon or around a person
one spirit, but they could have thousands inside of them. En je kan wellicht rondom een persoon één geest zien, maar ze kunnen er wel duizenden in zichzelf hebben. You know, I asked the Lord, I said, you know, I'd like to see some demons, please. En ik heb wel eens aan de Heer gevraagd, Heer, ik wil wel eens demonen zien. Yeah, I mean, since I've been fighting them for 30 years or more, you know, it would be kind of nice to see one. Sinds ik ze dus al 30 jaar bevecht, vind ik het wel eens leuk om ze te kunnen zien. And his answer was, I think so. En de Heer zei, ik denk het niet. So, what's wrong with this? En wat is daar verkeerd mee? He said, if you saw the number of demons around you in one day, you would probably stop the ministry. De Heer die zei, als je het aantal demonen zou zien op één dag die rondom je zijn, dan zou je zeer waarschijnlijk uit de bediening stappen. Now, if you saw the total number of demons that there were working around here, you'd probably get out of the ministry too. En als jij het aantal demonen zag werken die dus nu werkzaam zijn, dan zou jij waarschijnlijk ook uit de bediening stappen. Unless he also gave you the ability to see how many angels, the good guys there were. Tenzij hij je ook het vermogen heeft gegeven om het aantal engelen te zien die ook aan onze kant staan. But it's, you know, it's important to understand that only tradition has said anything to us about the numbers of demons somewhere or the sizes. Dus we moeten heel goed beseffen dat eigenlijk alleen maar de traditie ons heeft geleerd over het aantal demonen en de grootte, de omvang van demonen. And I'll tell you that it takes a lot more demons to have influence on a believer than an unbeliever. En ik vertel je dat de invloed van demonen op een ongelovige, dat er veel meer demonen voor nodig zijn dan voor een gelovige. I would say for an unbeliever it would take 10 demons to control them, where it might take 100,000 to do the same thing with a believer. Dus het wellicht dat 10 demonen een ongelovige kunnen controleren om te doen wat ze willen. En voor hetzelfde heb je misschien wel 10.000 nodig met betrekking tot een gelovige. Because of the spirit of God that indwells a believer. Vanwege de geest van God die in een gelovige woont. Makes a big difference. Het maakt een groot verschil. Now, another thing that I want to talk about very quickly here is to tell you to have fun when you do this. En ook wat ik nog heel snel wil vertellen is dat je plezier mag hebben in hetgeen wat je doet. And some of you have been doing deliverance are going, well, Ken, when does it start? En sommigen die dus met de bevrijding bezig zijn, die zullen wellicht zeggen, wanneer gaat dat beginnen? But it is fun. Maar het is een groot plezier. And it's important to not take yourself too seriously when you're doing prayer for someone. En je moet jezelf niet te serieus nemen als je voor iemand bidt. Let's say Gerhard was coming to me for deliverance. Laten we bijvoorbeeld zeggen, Gerard komt naar mij toe voor bevrijding. And I was the one who was going to pray for him. En ik ben degene die voor hem gaat bidden. How you doing, brother? Hoe gaat het met je broer? Are you going to be able to handle it today? Denk je wel dat je het aan kan vandaag? Don't be too afraid, please. Wees niet te bang, alsjeblieft. We're going to do the very best that we can. We gaan het beste met je doen. Weet je, Gerard? You just have to hang in there and believe. Je moet gewoon doorzetten en geloven. Don't be too concerned today, Gerard. Wees niet te bezorgd vandaag. We gaan gewoon door. How are you feeling right now? Hoe gaat het nu op dit moment? How would you be feeling? Hoe zou je je voelen? Yeah. Like, bye bye. Dan denk je, bye bye. Right? Is that right? Ja, je gaat er vandoor, is dat niet zo? I'd be scaring him out of his wits. Ik zou hem wegjagen. Yeah, that too. And the truth. Dat is ook. And the truth is that I would be taking it so seriously. En de waarheid is dat ik het, als ik het zo serieus zou nemen, his degree of faith in my faith is really reduced. Zijn gradatie van geloof in mijn geloof, dat zou zeer gaan reduceren. And that's why gereduceerd worden. That's why Sylvia shared earlier about how I treat people when they come over for deliverance to our home. En dat is wat Sylvia ook deelde vanmiddag, hoe ik dus met mensen omga als ze naar ons huis toe komen. You know, as long as you don't talk about
you know, soccer scores from a few days ago, zolang, you're perfectly safe. So, right? Zolang je dus praat over voetbaluitslagen, yeah. Ja, dan, of niet praat over voetbaluitslagen, dan ben je dus helemaal veilig. Kom je op veilige grond. Ja, yeah. Ja. Yeah. You know, you want to talk about the games that the team won. En je kan natuurlijk spreken over over de wedstrijden die het team gewonnen hebben, niet die ze verloren hebben. So you want to build their faith. Je wil hun geloof opbouwen. And say, we're not going to play, you know, like Rotterdam did the other night. Dus we gaan het niet zo spelen zoals Rotterdam nog niet zo lang geleden heeft gedaan. See, we just tell them, no dinsdag was dat. Kind of problem, we're going to just... We know the results of the deliverance. Geen probleem, we weten al de uitkomst van de bevrijding. And they're the same every time. En het is dezelfde, we doen dat iedere keer weer op dezelfde manier. You're going to be free. Je gaat vrij worden. And free indeed. Zeer zeker vrij. And you just act like, hey, no problem. Hey. En je gedraagt je alsof op de volgende manier van, geen probleem, het komt goed. God has it under control. God heeft alles onder controle. And that's what brings them to a place of ease with you. En dat brengt ze op een plaats van rust met jou. Now, we're going to talk about how to find the head demon in the body in a couple of different ways. Dus nu gaan we spreken hoe we de hoofddemon kunnen traceren op verschillende manieren in een lichaam. How many of you have already used the gift of a word of knowledge to get the head demon's name? Hoeveel van u hebben het woord van kennis gebruikt om de hoofddemon te traceren? Right. Oh yes. See, we'll have you put your name up on the board later. Dan zullen we je naam later op het bord schrijven. So everyone can call you. Dan kan iedereen je opbellen. And you know, we do that for people all the time. Okay? Wij doen dat voor heel veel mensen. They send us an email and we send them back all kinds of information. En ze sturen ons een e-mail en wij sturen ze allemaal informatie terug. And what those of you with a gift of a word of knowledge will want to obtain the following parts of information. Dus zij die gebruik maken van het woord van kennis willen de volgende informatie tot zich nemen. Okay, the name of the head demon. De naam van de hoofddemon. His title. Zijn titel. His level or rank. Zijn niveau. The numbers of levels, systems and average demons per system. Dus het aantal niveaus en systemen en het aantal demonen in die systemen. To ask the Lord if that demon had worked on every area that was marked on the checklist. Of de hoofddemon heeft gewerkt op elk gebied die is aangetekend op de checklist. Okay, which parent that head demon came through at conception and how many generations back? Bloedlijn, geslachtslijn. Bloedlijn. Dus de hoofddemon is binnengekomen en hoeveel generaties geleden? And you will be asking how many years back one of the Trinity, the Father, Son, or Holy Spirit, had told that head demon this was his day and hour to go home. En hoeveel jaar geleden iemand van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, tegen de hoofddemon heeft gezegd, dit is de dag van jouw nederlaag. Also, if you have that gift of a word of knowledge, you might just go ahead and get the names of the number 2, 3 or 4 demon also. En als je het woord van kennis hebt, dan kan je ook doorgaan met te vragen naar de nummer 2, 3 en 4 demon in dat systeem. And keep working to develop that word of knowledge better and better. En het is heel belangrijk om die gave van het woord van kennis te blijven ontplooien en ontwikkelen zodat het steeds beter en beter en beter wordt. It's usually practice that makes perfect. Het is vaak dat dus het gebruik van de gave perfectioneert de gave. Now, one piece of information for those of you that are giving those names and other information. Dus nog wat informatie voor degene die door deze woord van kennis deze informatie geven. Don't give it more than 1 month before that deliverance session is scheduled. Geef het nooit meer dan een maand van tevoren dat het bevrijdingsgebed plaatsvindt. The closer to the time of deliverance, the better.
Hoe dichter bij de bevrijdingssessie, des te beter. Because the head demon will work on getting another spirit in that place, and he'll take a much lesser position to cause confusion. Want de hoofddemon zal er dan voor zorgen dat er een andere hoofddemon binnenkomt en hij zelf zal een mindere plaats innemen in het systeem. Okay. This is very important. Dit is heel belangrijk. Because I could give you a name of a head demon today. Dus ik kan je vandaag de naam van een hoofddemon geven. And the word is out to that head demon as fast as his name leaves my lips. En het woord naar de hoofddemon zal op dat moment zijn: ga weg, zo snel ik die woorden met mijn lip heb gesproken. Remember, there's no time or space in the supernatural. Want weet je, daar is eigenlijk geen tijd en ruimte in de geestelijke wereld. I don't care if that person is in Singapore, that head demon knows it instantly. Het maakt niet uit of die persoon in Singapore is, de hoofddemon, die zal het direct weten. You know, when you realize that demons move the speed of light, it doesn't take too long to get from Singapore to Rotterdam, okay? Dus als je beseft dat de demonen reizen met de snelheid van het licht, dan is het voor een demon niet moeilijk om heel snel van Singapore naar Rotterdam te reizen. Wow, that sounds very good. Dat klinkt erg now, goed. Yeah. You have we think it's important that you understand the infrastructure of the demonic realm. We vinden het belangrijk dat u de infrastructuur van het demonische netwerk begrijpt. And as I talk about this area, I want you to think of a corporate business structure. Dus als ik hierover ga vertellen, dan wil ik dat u denkt over een gezamenlijke business structuur. Because we're going to be using different terms that the demons use for this infrastructure. Dus we gaan verschillende termen gebruiken die de demonen gebruiken voor deze infrastructuur. And we're going to start by talking about the total person's body, which would be the full corporation. Dus we gaan spreken over de totale omvang van iemands lichaam. Dus de volledige omvang van iemands lichaam. And then we're going to be talking about levels that would represent the different departments. En dan gaan we spreken over niveaus die dan de verschillende compartementen vertegenwoordigen. And then finally the systems that are the breakdowns within those departments themselves. En dan de systemen die worden gebruikt in die verschillende afdelingen. And we're going to be talking about the numbers of those demons that are in charge of those departments and sub-departments. En dan gaan we spreken over het aantallen demonen die het hoofd zijn van deze afdelingen en deze sub-afdelingen. The purpose is to help you understand how to get to the head demon if you do not have a gift of a word of knowledge. Het doel is om tot de hoofddemon te komen als je niet werkt via het woord van kennis. But also to know who the number 2 or number 3 or number 4 demon is. Maar ook om erachter te komen wie de nummer 2, 3 of 4 demon is. Now we have found that in the entire deliverance seminar, this is probably the toughest thing to understand of everything. Dus eigenlijk in het hele bevrijdingsseminar is dit het moeilijkste gedeelte om te kunnen vatten. So if you get it all understood today, come up after class for your gold star. En als u dit helemaal begrijpt na deze les, dan mag u naar voren komen en uw gouden ster komen ophalen. And we'll put you on display. En we zullen je hier vooraan neerzetten, dat wat iedereen je kan zien. It usually takes at least a few hours, few days, few years, no, not few years, to finally understand it, okay? En het duurt meestal enige uren, dagen, weken om het te kunnen begrijpen. En dus niet een aantal jaren. Ja, ja, ja. But once you get it. Maar als je het eenmaal pakt. It's like, it's so simple. Denk je, oh, het is zo eenvoudig. But I apologize up front, but it's not my fault. Satan devised this plan. Okay. Maar ik verontschuldig me al bij voorbaat. Dit is niet mijn schuld, maar Satan heeft dit plan zo verzonnen. Now you have
in your hand a flyer that was done up by either someone in Holland or Germany. I think it was in Holland, really. Dus we hebben hier in ons hand een velletje. Oh, sorry. Die iemand gemaakt heeft in Nederland of Duitsland. You don't have this yet. Oh, well, it's coming to you. Special delivery right now. Ah, dus het komt nu naar u toe. Speciaal wordt het afgeleverd bij u. Yeah, what you got was the list of titles. Okay. Dus wat u gekregen hebt is het de lijst met titels. While that's being handed out, let me talk to you about titles for just a moment. Laten we dan even spreken over die titels. These titles are the same in Satan's kingdom. Every single cubic millimeter on earth. Dus deze titels zijn overal op elke kubieke meter hetzelfde. Millimeter hetzelfde. Millimeter. Millimeter. So, that means every piece of ground. Dus dat betekent op elk stukje grond. And that consistency will help some of you because some of you are going to be doing deliverance in other nations. En deze consistentie die zal heel veel mensen van ons helpen omdat we ook bevrijding toepassen in heel veel andere landen. It means you don't have to worry about there being changes. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over veranderingen van titels. Now, the first overhead that we're going to show you. Dus de eerste overhead sheet die we u laten zien. This one on the left for the camera. Is voor de camera deze hier links van mij. This is how levels are set up within one's body. Dus dit laat zien hoe niveaus worden geplaatst in iemands lichaam. I apologize for not having this in Dutch yet. We just got it. So, on the inside center of your very person is level one. Dus aan de binnenkant van het centrum van iemands lichaam is niveau nummer 1. Oké. And this is where the head demon resides. En daar woont de hoofddemon. And then each level out of the body becomes like a level 1 here, level 2, 3, 4, 5 and 6 in this case. Dus en dan tellen we verder vanaf niveau nummer 1 naar 2, 3, 4, 5 en het heeft dus de omvang van het lichaam. Now the question people ask is how many levels can you have? Dus de vraag die mensen stellen is hoeveel niveaus kan je dan hebben? You can actually have any number of levels that the demon can put together and be able to control. Dus je kan zoveel niveaus hebben als de demon kan controleren. But the fact is that most of you are not going to be working with anyone with more than 21 levels at any time. Maar de meeste van u zullen niet werken met mensen die meer dan 21 niveaus hebben op datzelfde moment. I've worked with people recently with 3 levels and I've worked with them mostly between 3 and 13, to be honest. Dus ik heb gewerkt met mensen met 3 niveaus en meestal werk ik met mensen tussen de 3 en de 13 niveaus. But think of these levels now as the departments within the corporation. Dus denk zie deze niveaus als departementen in een zaak. Only in this case you don't have a department head. You only have a president of the corporation. Alleen in dit geval heb je dus geen afdelingshoofden, maar heb je alleen maar een president van de business, hè, de zaak. The president in this case would be the head demon. Dus de president is in dit geval de hoofddemon. Okay. So, don't be thinking department heads. Dus denk niet in termen van afdelingshoofden. Because within each one of these levels are systems. Want in elk niveau zijn er weer systemen. Okay, in the demonic realm there are literally spheres. Dus in de demonische wereld zijn er als het ware atmosferen. And oftentimes these systems have particular roles and assignments within that body.
Dus meestal hebben deze systemen bepaalde rollen en bepaalde opdrachten in dat systeem. It could have several different jobs to be done within that system, not just one always. Dus het kan er zijn dat daar dus verschillende opdrachten zijn in datzelfde systeem en dus niet één maar meerdere. Now, people will say, well, Ken, how many systems in a level? Dus dan wordt de volgende vraag, hoeveel systemen in een niveau? Afdelingen. The answer is exactly the same as I said for the levels. Dus het antwoord is precies hetzelfde als het antwoord voor de niveaus. So, when I show you an example in a moment, it's only going to be an example, right? Dus als ik je straks een voorbeeld laat zien, is het gewoon een voorbeeld. And that's what we're going to be looking at here in this second overhead. En daar gaan we dus naar kijken op de tweede overhead sheet. Is the middle one. Het middelste. Again, look at the corporation of your body. Dus kijk naar de omvang van je lichaam. Circles. En denk dus in cirkels. Okay. In level 1, this is level 1 right here. Dus je hebt niveau nummer 1 in het centrum. At the center is where the head demon lives in the body. En in het centrum van niveau 1 is de hoofddemon die leeft in dat lichaam. He is ultimately in charge of everything. Every spirit in the body. En hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles en elke geest in het lichaam. In this example, each level has 7 systems. En nu zie je dat in elk niveau heb je 7 systemen. And as this says, level 1, system 1 has the leading religious spirits in the body because they're closest to your spirit. En dan in dit voorbeeld is niveau 1, systeem 1, bestaat uit religieuze geesten, omdat die het dichtst bij je eigen geestelijk leven zijn. Wow, that had to be difficult. No, it's okay. No? No, it's okay. You've had some practice. Ik heb al wat geoefend. Okay, in this example that you have on the sheet. Op dit voorbeeld wat u heeft op deze bladzijde. It just shows 3 levels with 3 systems per level. Dus laat zien 3 niveaus en 3 systemen per niveau. In this one it has 3 levels and 7 systems per level. En in dit voorbeeld hebben we dus even kijken, 3 niveaus en 7 systemen in elk niveau. Stel ik dat goed? This is how it is set up. Dus zo wordt het opgezet. Now we need to just go one step further. En nu gaan we dus nog 1 stapje verder. So we've broken down the levels to the systems. Okay? Dus we hebben de niveaus opgedeeld in systemen. Remember I said one of those things you're asking the Holy Spirit with the gift of a word of knowledge is number of levels. And number of systems per level. Dus we vragen aan de Heer door een woord van kennis het aantal niveaus en het aantal systemen in een niveau. The third thing I said is we're going to ask what is the average number of demons per system. En dan gaan we vragen het gemiddelde aantal demonen in een systeem. To get the total number of demons in the body. Om het totaal totaal aantal te krijgen van de demonen in het lichaam. You multiply the levels times the number of systems. Dan vermenigvuldig je het aantal niveaus met het aantal systemen. Okay. Systems per level, okay. Times the average number of demons per system. Okay. Maal het aantal demonen per systeem. Just 3 numbers. Okay. Dus het zijn 3 if you are in getallen. If you are in a corporation, the number of departments. Dus als je in een zaak bent, een business, het aantal afdelingen. Okay. Times the number of employees, you know, for each department. En dan maal het aantal werknemers in die zaak. And you'd have your total number of employees. En dan heb je je aantal werknemers. Same thing. You just take those 3 numbers every time and you can get the total number of spirits in that body. Dus je neemt het aantal van deze 3 verschillende
dingen en dan heb je het aantal demonen. Does it really matter how many demons are in that body? Maakt het echt uit hoeveel demonen er zijn in dat lichaam? Except for a satanic ritual abuse victim, I mean a major one, I would say the answer is no. Met uitzondering van een zwaar satanisch ritueel misbruikt slachtoffer, is het antwoord nee. Antwoord nee. So. Answer no. That's right. Right, be honest, yeah. Yeah. Heel goed, meneer. Okay, wow. We're flowing now. Yeah. We stromen. Okay. So, don't start bragging because you had more demons than your spouse. Dus ga niet opscheppen dat je meer demonen had dan je echtgenoot. I had a higher ranking demon than yours. Ik had een hoger niveau demon dan jij. Be more powerful and more important to God. Dus ik ben meer belangrijk voor God dan jij. You have a more powerful demon in me. Ik had een meer krachtige demon in mij. I don't think so. Ik denk het van niet. You have nothing to do with how many spirits are there, or their rank, or anything. Dus je hebt helemaal niets te maken met hoeveel demonen er zijn en hun rangorde. That all depends upon the bloodline. Dat hangt helemaal af van de bloedlijn. And the longer that spirit has not been interfered with, the better chance he's going to have a higher rank and a higher title. En hoe langer deze geest niet is onderbroken met zijn activiteiten in de bloedlijn, des te hoger zijn rangorde zal zijn. So let's look at the third chart. Dus nu kijken we naar het derde kaartje. This is how each system is organized. Every place on earth. En dit is hoe ieder systeem is georganiseerd op elke plaats in de wereld. Okay. There's one demon in charge of every single system. Er is één demon de baas over elk systeem. And they all have the same title. En ze hebben allemaal dezelfde titel. So, no, if you find that the head demon in a system is a lieutenant commander, it means the head demon in every system has that title. Dus als je erachter komt dat de hoofddemon in het systeem lieutenant commander, nou moeilijk allemaal te vertalen, maar dan is in elk systeem de hoofddemon een lieutenant commander. Commandant, luitenant, dat is moeilijk te vertalen, al die rangorden. We houden het in het Engels. Okay. I stay close to you. I know. But all these titles are so difficult to translate in Dutch, you know. We don't have words for it almost. It's I know. So I keep it. Neither do the Germans, you know. Hetzelfde geldt voor de Duitsers. Ja. Yeah. Yeah. I didn't name them. The devil did. Ik heb ze die naam niet gegeven. De duivel heeft ze die naam gegeven. I don't know where he came up with them. I have no idea. Ik weet niet waar hij ze vandaan heeft gehaald. Ik heb geen idee. The guy is weird. En die knaap is gewoon een beetje vreemd. You notice something about these numbers? En merk je ook iets op over de nummers? Numerology is as important to the devil as it is to the Lord. Dus werken met nummers is net zo belangrijk voor de duivel als voor de Heere God. I mean, 1 and 3 is obvious. 7 is the number of perfection, of completeness, of wholeness. Dus 1 en 3, dat is duidelijk. En 7 staat voor het nummer van volmaaktheid. He loves 13 because it's the number of man plus God's number put together. En hij houdt van het nummer 13, want dat is het nummer van de mens 6 en het nummer van God 7 bij elkaar opgeteld. And 21, of course, 3 times 7. En 21 heeft dan te maken met 3 maal 7. Now, this is not the total number of demons in every system. Dit is niet het totaal aantal demonen in dit systeem. This just tells you the top 5 levels in a system. Dit laat je slechts de top, eigenlijk de eerste 5 niveaus in dit systeem zien. Dus niet de niveaus, het andere, hè? Het netwerk. These could go on for a long way.
En dit kan nog een hele, dit kan helemaal nog naar beneden gaan. It can include, you know, 10,000 or more demons per system. Het kan zelfs 10.000 demonen per systeem inhouden. In an SRA victim, that's not unusual. In een slachtoffer van satanisch ritueel misbruik is dit niet een vreemd aantal, geen gek aantal. Now, you notice this? All systems in a person are equal. En hier staat dus, alle systemen in een persoon zijn niet gelijk. And all titles are the same for each rank in every system. Sorry, zijn gelijk. Oh, oh yeah, zijn gelijk. Yeah, zijn gelijk. En alle titels van elke hoofddemon in een systeem is dus ook gelijk. Now, the rank and title of the head demon is one higher than this guy. The number one of each system. Dus de titel en de rangorde van de hoofddemon is één hoger dan de hoofddemon in nou krijg ik eventjes. The head demon of each system. Van de hoofddemon van elk systeem. Yep. Dus de hoofddemon is net één hoger dan de hoofddemon van elk systeem. Okay, let's go back to the example of the lieutenant commander at the head of each system. Dus laten we teruggaan naar de lieutenant commander van elk systeem. So what's the title of the hoofddemon? Dus wat is dan de titel van de hoofddemon? Excuse me? Chief commander. Chief commander. Lieutenant commander. En daarboven, yep. Eentje erboven is chief commander. One level higher. Dus één niveau hoger. So, let's say I have to toast the hoofddemon. Dus bijvoorbeeld, als ik moet zeggen dat we dus de hoofddemon moeten verbranden. Which happens fairly often anymore. Okay? En dat gebeurt zeer... It doesn't or it does. It does, ja. Dus dat gebeurt zeer regelmatig vandaag de dag. The closer we get to the end of the end of the end, the more it's going to happen. Dus hoe dichter we bij het einde komen, hoe meer het zal gebeuren om de hoofddemon te verbranden. So, go to this sheet here. Zo, ga naar dit velletje. Look at level 1. Kijk naar niveau 1. System 1. Systeem 1. What does it say there about the head demon in that system? Wat vertelt dat over de hoofddemon in dat systeem? He's the number 2 demon in the body. Hij is de nummer 2 demon in het lichaam. Level 1, system 1. Dus niveau 1, systeem 1. So if the head demon is a chief commander, the number 2 demon is a level 1, system 1, lieutenant commander. Dus als de hoofddemon van niveau 1 een chief commander is, dan is de hoofddemon van systeem 1 niveau 1, dat is dus de niveaus in de systemen, is een lieutenant commander. The number 3 demon in the body is level 1 system 2. En de nummer 2 demon in het lichaam is niveau 1 systeem 2. Level 2, level 1, system 2. Niveau 1, systeem 2. 2. Ja, en dat is dus de nummer 2. Yeah. Nummer 3 demon in het lichaam. Ja, 3. Yeah. Ja, klopt. So, until you run out of systems, you just keep going. In level 1 system, whatever number, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dus je gaat gewoon door met tellen. Net zolang in niveau 1 ga je alle systemen langs van niveau 1, systeem 1, 2, 3 en dan zo verder totdat al die hoofddemonen weg zijn. And the level 1 system 1 demon is going to be the chief religious spirit in that body. En de nummer 1 niveau en systeem 1 demon, dat zal een religieuze boze geest zijn. And there's some tips for you at the bottom. Er zijn wat tips voor je onderaan het velletje. To remind you of some of the rules that there are. Om je aan wat andere regels te doen herinneren die er zijn. The only other important thing is to remember is to have those list of titles with you
when you start praying this deliverance. Dus wat ook belangrijk is, als je aan het bidden bent, dat je deze lijst met titels bij je hebt. Because you're going to be learning about the top 10, or maybe not even that many. I haven't counted them in so long. Dus je gaat waarschijnlijk leren van de top 10 en misschien zelfs dat niet eens. About the top 8. De top 8 titels. The chances are that every person you pray for is going to have a head demon with one of the top 8 titles. Dus de kans is zeer groot dat met de persoon waarmee je bidt dat de hoofddemon behoort tot de top 8 die hier dus opgeschreven staan. Do not pay any attention to these demons from the second rank down in a system. You'll probably never meet one. Dus sla geen acht op de demonen die zich bevinden onder de hoofddemon van het systeem en dus vanaf 3 en lager. Hoef je geen aandacht aan te schenken. My suggestion is this when you're doing deliverance. Mijn voorstel is het volgende als je bevrijding doet. Don't work with more than the top 7 or 8 demons in anyone. En werk niet met meer dan de eerste 7 demonen. We've heard about some long deliverances occurring, okay? En we hebben gehoord over hele lange bevrijdingssessies die hebben plaatsgevonden. And it's usually because someone is working with one demon after another in some cases. En dat komt meestal omdat iemand voortdurend met een andere hoofddemon aan het werk is. Those demons that just aren't willing to cooperate for very long and then you have to get rid of them. En dat zijn dus demonen die dus niet lang willen meewerken en dan moet je ze dus weer verbranden en verwijderen. If you do this, you're going to build a very bad reputation from our way of looking at it. En als je dat doet, dan bouw je eigenlijk een hele slechte reputatie op van mijn gezichtspunt. And not a bad reputation with people, but with the demonic realm. Maar niet zozeer een slechte reputatie naar mensen toe, maar wel naar het Rijk der Duisternis toe. You see, in almost every case, I am going to have demons within those top 8 cooperate with me in a deliverance. Want bijna met iedereen waarmee ik bid, zal er altijd wel in die eerste top 8 van rangorde van demonen een demon meewerken. It's because that entire realm knows I'm not going to mess with anyone else. En omdat lower than that. En omdat de hele rangorde van de geestelijke wereld weet dat ik me niet druk zal maken om dus lagere demonen in dat systeem. I've built that reputation in the supernatural realm. Ik heb als het ware die reputatie opgebouwd in de geestelijke wereld. Now if I have a reputation that demons can just push me around and just, you know, make me take 10 hours to do a deliverance. Dus als ik een reputatie heb naar de demonen toe, dat ze me maar gewoon heen en weer kunnen schuiven en dat ik meer dan 10 uur nodig heb om een bevrijdingssessie te doen. Then guess what? Raad eens wat er dan gaat gebeuren. I'm going to have one deliverance after another, after another, after another, taking that long. Dan heb ik de een na de andere bevrijdingssessie die zo lang zal duren. So I suggest you get really mean if you have to. Dus ik stel je voor dat je echt als het ware gemeen wordt. That's right. Forget the cutting of toenails. En vergeet maar het afsnijden van nagels. Just go those steps that we've given you and the word will get out immediately. You're no one to mess with. En snij gewoon maar alles af van onder het hoofd en dan zal het woord zich verspreiden dat je iemand bent waar ze echt rekening mee moeten houden. Oké. So, how do you find the head demon in a case using this method? Dus hoe vind je de hoofddemon in een netwerk als je dus deze methode gebruikt? I'm going to give you some ideas that some of our teammates are doing. Ik geef je wat ideeën, die reik ik je aan, die onze teamleden dus doen. One of them commands the very head spirit
in that body to come out right now or else. Dus we bevelen die hoofddemon in dat lichaam om naar voren te komen en zo niet, dan zal. And he'll tell him, if you don't come out. En hij zal hem vertellen, als jij niet naar voren komt, I'm gonna wail on you. Dan ga ik tegen je schreeuwen. Yeah. You're in big trouble. Dan ben je in grote problemen. And he says that a lot of times he gets that head demon. En dan zegt hij, vele malen dan krijgt hij die hoofddemon. Not every time, but sometimes. Maar niet iedere keer, maar af en toe. Another way is to look at the person's checklist and determine what is the area they're struggling in most. En dan een andere manier is om de checklist te nemen en te kijken op welk terrein heeft de cliënt de meeste strijd. And then to command the demon in charge of that area to come out front. En dan de demon die controle heeft over dat gebied naar voren te komen. Again with the same type of threat. En dan op dezelfde bedreigende manier. And if one of these does not come out, make good on your threat. En als ze dus niet naar voren komen, zorg dat je werkt aan die bedreigingen. When you finally do reach the head demon. En als je dan uiteindelijk wel dus de hoofddemon te pakken krijgt. So let me tell you what I did for probably, I don't know, 20 years. Laat ik je vertellen wat ik dus deed in de zo'n 20 jaar lang. I would get one of these spirits out front. Dus dan liet ik een van die geesten naar voren komen. I didn't really care what his name was at this point. Het maakte mij niet zoveel uit wat de naam was van die demon. I would ask him, how many commanders in chief are there within each demonic system in the body? Dus dan zou ik hem de vraag stellen, hoeveel commander in chiefs zijn er in elk systeem van het lichaam? Now, this is why we have the numbers here for you. En dat is dus de reden waarom we dus deze aantallen hebben. The next row below 21 here, by the way, is 39. En het volgende aantal onder 21 is 39. Okay. So, let's say he said there are 39 commanders in chief in each system. Dus als hij zou zeggen er zijn 39 commanders in chief in elk systeem. That means there's then 21 Excelsiors, 13 Supreme Chief Executives. Dus dat betekent dat er 21 Excelsiors zijn en 13 Supreme Chief Executives. So what, 7 Supreme Commanders? 7 Supreme Commander. 3 Lieutenant Commanders. 3 Lieutenant Commander. And 1 Chief Commander. En 1 Chief Commander voor elk systeem. One higher is the title. The head demon in their body. En één hoger niveau is de titel van de hoofddemon in het lichaam. What? Supreme ruler. Supreme ruler. Okay. So then you just say, Supreme ruler, get out here and talk to me. Give me a greeting. En right now. Dan zou je zeggen, Supreme ruler, kom naar voren. En groet mij. en ga in de orde staan. In de juiste houding staan. Yeah. Man, I tell you, in the last few weeks I've had some of the most interesting greetings. Nou, en de afgelopen tijd heb ik de meest interessante begroetingen gekregen. Everything from I hate you. Alles van ik haat je tot. That hurt a feeling right there. Oh, dat heeft werkelijk een gevoelens geraakt. Just one feeling. Oh, slechts één gevoel. Okay. Eén emotie. Up to one going. You could have any kind of a greeting, doesn't matter. Okay. Dus je kan heel veel begroetingen hebben, het maakt eigenlijk niet uit. They don't have to say hello for it to be a greeting. Dus ze hoeven niet hallo te zeggen om je te begroeten. And the guy says I hate you. I say thank you very much for that greeting. En de hoofdman die zei ik haat je. Ik zei dankjewel voor dit voor deze begroeting. That's right. I just want to know the guy's there and he's admitting that he's present. Ik wil alleen maar weten dat die hoofdeman daar is en dat hij me dus goed dat ik met hem kan werken. It's then you begin asking him the other things that I just mentioned a while ago. En dan begin je hem die andere dingen te vragen die ik voor kort met jullie heb besproken. Now if it's the head demon that's out front, he'll say, that's me.
En als het de hoofddemon is die heel overaan staat, dan zal hij zeggen, dat ben ik. But make sure you have the head demon. Maar zorg ervoor dat je de hoofddemon krijgt. What if he says, well, I'm the top one, or I'm number one, or the chief. Dus wat als hij zegt, ik ben de nummer 1, ik ben de topman, ik ben de baas. It's not a title. Dat is geen titel. Okay. What if he says, I'm the caretaker? En als hij zegt, ik ben de beheerder. Or the gatekeeper. Of de poortwachter. Or I am the one in charge. Of ik ben degene die verantwoording draagt. That doesn't mean anything either. Dat betekent helemaal niets. If he says, I don't know what title you're talking about. Als hij zegt, ik weet niet over welke titel je praat. He's lying. Dan liegt hij. What if he says, what if this demon says, oh, there's 38 commanders in chief in each system. Dus als die demon zegt, er zijn 38 commander in chiefs in dit systeem. I always say, don't you mean 39? Dan zeg ik, bedoel je niet 39? How did you know? Hoe weet jij dat? Bing. Okay. Goed. So, goed. You know, they will try to have one more, one less number in each system sometimes to try and confuse you. Zo, ze proberen altijd één meer of één minder in je systeem te krijgen om je te verwarren. But let me tell you. Maar laat me het vertellen. Is consistent. Maar dit is altijd hetzelfde. The titles are consistent. De titels zijn hetzelfde. And don't let a demon convince you otherwise, no matter how good an actor they are. En laat een demon je niet overtuigen dat het anders in elkaar zit, ook al zijn ze nog zulke goede leugenaars. And believe me, some of these guys are great actors. En geloof me, bepaalde van dit soort lui die zijn geweldige acteurs. They can sell ice to Eskimos. They are that good. Ze zijn wat? Ice to Eskimos. Oh, ze. De Laplanders. You know, way up north. Ze zijn wat ijs is voor Eskimos. Yeah, they live in igloos. Ze leven in igloos. Ja, ja, ja. Their houses are made of ice. En hun huizen zijn dus gemaakt van ijs. Yeah, people don't sell them ice. They make ice. That's the point. Yeah. Mensen verkopen zich in ijs, maar ze hebben gewoon dat ijs. Well, be like trying to sell water to the Dutch. Dat is hetzelfde als je dus water wil verkopen aan de Nederlanders. You don't need more water. You need less. Jullie hebben niet meer water nodig, maar minder. You know, if I come trying to sell you water for your farm, I don't think you're going to accept this. Dus als ik water wil verkopen voor je boerderij, dan denk ik niet dat je dat zal accepteren. Je zal me wegsturen. Are that persuasive sometimes. En zo overtuigend kunnen demonen dus zijn. Okay, any questions about this so far? Zijn hier nog vragen over tot dusver? Okay. Oh, okay. They're never clever enough to say there are seven to lure you about the number in a level, so that you. They, most of the time, a demon will tell the truth as to how many there are of a certain title in a system. Dus meestal zullen demonen de waarheid zeggen het aantal van over het aantal in een systeem. Okay. You see, if you have the gift of a word of knowledge available to you. Maar als jij het woord van kennis tot je beschikking hebt, it can speed this up. Dan kan dit wat versnellen, ja. But you still need to know how everything is set up to understand who the number 2, 3 and 4. Maar je moet wel weten hoe dit hele systeem is opgezet zodat je de nummer 2, 3 en 4 te pakken kan krijgen. So we're not trying to just teach you this to give you knowledge for knowledge's sake. That's not. Dus we onderwijzen dit niet om je dus kennis te geven om kennis te krijgen. We're just talking, well, this is the same in Christians and non-Christians both. Dus dit systeem geldt zowel voor geloven als ongeloven, voor alle mensen. The center. Yeah, at the center. But also there, the Holy Spirit is there. You got it. Yeah. The demon does never live in the center. He lives very close. To the center. Dus de vraag was, als de hoofddemon in het centrum leeft en woont, daar woont dus ook de Heilige Geest. Hoe kan dat? Demons. Dus het antwoord is dat
Dus de hoofddemon die woont niet dus in het centrum, zeg maar, van het centrum, maar er net naast. That's right. He cannot indwell your spirit. Hij kan dus jouw geest, hij kan niet wonen in jouw geest. There's only one spirit that indwells your spirit, and it has a capital S on the, or a capital G, you know. En er is dus maar één geest die kan wonen in jouw geest, en die heeft een hoofdletter G. Mm-hmm. Halleluja. Yes. Yes. Ja. Ga ik nog even in het Nederlands. Ja. Een ander probleem is natuurlijk als de persoon in kwestie niet heel bedig voor is. And another problem is when a person is not totally born again. What about that? Such a person. Nothing changes. All of this is the same. Niets verandert. Die systemen zijn precies hetzelfde. It's important for you to know that even if it takes you 1 hour to find the head demon, it's worth it. En ook al duurt het een uur om erachter te komen wie de hoofddemon is, het is dat uur waard. There's many times in the past when this was the only way I knew how to get the head demon, it would take me an hour to get that. Dus vele jaren was dit dus de enige manier om erachter te komen wie de hoofddemon was. Heeft het me dus uren gekost om hier dus op deze manier achter te komen. But it will save you and your client possibly thousands of hours of deliverance to get that head demon. Maar het scheelt jou uren en uren om erachter te komen op deze manier wie de hoofddemon is voor de bevrijdingssessie. It's very much worth it. Het is echt waard. Yeah. Please, can you explain once again when if the head commander is 39, how to get to number one? If there are 39 commanders in chief. Dus als er 39 commanders in chief zijn. That would be the sixth rank on this chart. Dat zou dus de zesde rangorde zijn in deze op deze kaart. Then you go up one rank at a time in title and number. Dan ga je dus één rangorde omhoog in titel en nummer. That's why you need to have that list of titles there until you have it memorized. Vandaar dat het belangrijk is om deze lijst te hebben en deze lijst te memoriseren. Now, he could come up with a number that is greater than 39. En hij kan een nummer noemen dat een aantal noemen dat groter is dan 39. So just go to a higher title. Dus ga dan gewoon naar een hogere titel. Yeah. And ask how many of that particular title is there. En vraag dan hoeveel van die specifieke titel er zijn. But there is never a title higher than Supreme Most High One. Maar er is nooit een titel hoger dan Supreme Most High One. The only ones with titles that are different than this are territorial spirits. De enige andere titels die anders zijn dan die we hier lezen zijn territoriale geesten. And you may not pray for anyone that has a territorial spirit come in with them, like we've experienced lately. Zeer waarschijnlijk bid je dus ook helemaal niet voor iemand die dus een territoriale geest in zich heeft, zoals wij nog niet zo lang geleden iemand hebben gebeden. But this could also be a sign that more and more of this is going to happen. Maar dit kan wel een teken zijn dat het meer en meer zal gaan gebeuren. Especially if territorial intercession is going to take place in that region before too long and the word is out. En wellicht zal het gaan gebeuren als daar territoriale oorlogsvoering plaatsvindt in dat gebied en daar bekendheid aan wordt gegeven. Okay. Now, one other thing. Nog één punt. There can be hidden levels and systems. Daar kunnen verborgen niveaus en verborgen niveaus en systemen zijn. And those are not going to be mentioned when you're talking to the demon about these. En die zullen en die noem je dus, you don't mention them? No, the hidden levels and systems won't be mentioned when you're discussing these with the. Oh, dus de verborgen niveaus en systemen die zal je niet noemen als je op deze manier dus bezig bent. Now, there can be any number of hidden levels and systems per level. Dus er kunnen
heel veel aantallen verborgen niveaus en systemen zijn. And this is a warning to you. En dit is een waarschuwing aan ons. We're finding more of this now. We komen dat steeds meer tegen. The first one I ran into was about 4 or 5 years ago. De eerste keer toen ik er tegenaan liep was zo'n 4-5 jaar geleden. And I would run into them maybe once or twice a year if I'm praying for 150 to 200 people in a year. En ik liep er meestal 1 of 2 keer tegenaan als ik bad voor zo'n 100 tot 150 mensen. On this last trip we just had to Germany, there were I think more than a half a dozen cases of this. En op onze reis naar Duitsland waren er zo'n half dozijn mensen waarvoor we hebben gebeden die deze verborgen systemen niveaus hadden. Now, I don't know if that's something peculiar to Deutschland. Ik weet niet of dat iets heel bijzonders is voor Duitsland. But I think it would be wise for each of you to start asking that head demon if there are any of those in that body. Maar ik denk dat het heel wijs is dat we dus aan de hoofddemon gaan vragen of daar dus van deze verborgen systemen en niveaus zijn in het lichaam. Otherwise you're finishing this deliverance, sending all of these spirits out and leaving a whole group present. Want anders dan stuur je al deze niveaus en systemen en demonen eruit en deze geheime niveaus en systemen die blijven achter. And I think the odds are better for someone to have these if they are an SRM victim. En de kans is heel groot dat mensen die het hebben, die zullen zeer waarschijnlijk satanisch ritueel misbruik slachtoffers zijn. Okay. One other thing that I want to mention. Eén ding dat ik ook nog wil noemen is het volgende. Is the issue of ranks of demons. Dat is het onderwerp over de rangorde van demonen. It has absolutely nothing to do with what we've discussed so far. En het heeft eigenlijk helemaal niets te maken met wat we tot dusver hebben besproken. But in Satan's kingdom he has another level. Maar it's a rank. Maar in het koninkrijk van Satan is daar een ander niveau die met rangorde te maken heeft. And it goes from number 1 down to number 365. En het heeft te maken met een nummer 1 tot en met nummer 365. This is the rank that demons are most concerned about. En dit is de rangorde waar de demonen het meest bezorgd over zijn. So the highest ranking demon that is going to be in charge of any group of spirits is a level 1. Dus de hoogste rangorde van demonen die dus de basis over zo'n niveau is de nummer 1. And there's only a million of them on the earth. En er zijn er slechts 1 miljoen op deze aarde. So they're very exclusive. Zo, die zijn heel erg exclusief. Komen niet vaak voor. The odds are very good that none of you will ever meet a level 1 demon in your entire life. Dus de kans is heel erg groot dat je nooit een nummer 1 rangorde demon ontmoet in je leven. But you may meet several that are level 8, 9, 10 or 11. Maar de kans is groter dat je een nummer 7, 8, 9 of minder zal gaan ontmoeten. Especially in major SRM victims. Dus met name in zware slachtoffers van ritueel misbruik. Now, I don't know if there's 365 levels in this rank because of the calendar year. I have no idea. Ik weet niet of daar 365 rangorden zijn vanwege het kalenderjaar. Ik weet het niet. I can't quite see what that would be a good mockery of. Ik weet eigenlijk niet wat deze 365 wil bespotten. But this is one of these things that I ask the head demon in every session. What level are you? Maar dit vraag ik de hoofddemon in elke bevrijdingssessie. Welke rangorde heb je? And if it's a fairly high ranking, let's say a 40 or higher. Dus als het een vrij hoge rangorde is, een nummer 40 of hoger. It tells me that this is a very brilliant demon. Dan vertelt het mij dat het een zeer intelligente, briljante demon is. He's really smart. Hij is echt heel slim.
So when he starts to do this act like, I don't know what you're talking about. En als hij die act gaat opvoeren, ik weet helemaal niet waar je het over hebt. You can just mention to him, now wait a minute, aren't you a level 32 demon in Satan's kingdom? En dan kan je hem vertellen, maar ben jij niet een nummer 32 demon in het koninkrijk van Satan? Doesn't that put you in the upper 8 or 9% of all demons on earth? En plaats je dat niet in de 8 tot 9% demonen over heel de aarde? And you're telling me you don't know something? En jij vertelt mij dat je dit helemaal niet weet? He may change his mind before you ever ask him the question again. En hij zal zeer waarschijnlijk zijn gedachten veranderen voordat je hem opnieuw die vraag stelt. They're proud of their levels. Ze zijn heel trots op hun niveau. And when you're a level 13 or a level 7 or even a level 21, it has special significance. En ook als je een nummer 13 of 7 of 21 bent, dan heeft dat toch wel een hele speciale betekenis. Now, territorial spirits may have nothing to do with these levels. De kans is erg groot dat territoriale geesten niets te maken hebben met deze rangorde. Because they have a whole different set of titles. Want zij hebben weer een hele andere hele andere namen en titels. So we're talking about something totally separate, only those that are indwelling the body. Dus we praten alleen maar over die demonen die in het lichaam wonen. A little bit about the checklist. Morgen gaan we wat bespreken over de checklist die we hebben. But let me mention just a couple things very quickly in relation to what we're just discussing. Okay? Dus laat me nog enige dingen noemen in relatie tot wat we dus net hebben besproken. Okay? If there are hidden levels and systems, als daar verborgen niveaus en systemen zijn, just bind them up with the other demons at the end of the deliverance session and send them home together. Okay? Bind ze met de demonen en de andere niveaus en systemen en stuur ze weg. Yeah, that's right. It's a one-way road. Dus er is maar één richtingsverkeer. See ya. Yeah. You can tot wave. Ziens. You can wave at them if you en want. Je mag leaving. Naar ze zwaaien als je dat wil. Someone asked me during the break, can a demon read your mind? Okay. Iemand stelde mij de vraag gedurende de pauze, kan een demon je gedachten lezen? The answer is no. En het antwoord is nee. De antwoord is nee. Is nee. Okay. That's why we have to speak to them so that they can hear us. Daarom moeten we tot ze spreken zodat ze ons kunnen horen. Now the Holy Spirit, he can read you from A to Z. Dus de Heilige Geest, die kan je lezen van A tot Z. And there are times I make commands, you know, about things based upon what he's telling me. And I just do it in my head. Dus dikwijls dan beveel ik in mijn denken. En dat doe ik dus in mijn hoofd. Like putting angels to work. Okay? Als ik dus de engelen aan het werk zet. And it happens. En het gebeurt. And the enemy is caught by surprise. En dan wordt de vijand verrast. I like that. En dat vind ik leuk. Okay. Also tomorrow we will be talking about that new SRA piece. En ook morgen zullen we spreken over dat nieuwe stuk over satanisch ritueel misbruik. Before I get into some other parts. I want to talk about teams, deliverance teams. Dus voordat ik nog wat andere delen ga bespreken, wil ik even wat delen over bevrijdingsteams. Okay, there needs to be unity and oneness on a team. Er dient eenheid en harmonie te zijn in een team. And you need to have intercessors for your teams. En het is belangrijk dat je voorbidders hebt voor je teams. You need to find who has that gift of intercession, that gift of prayer in their storeroom of gifts. En je moet erachter komen wie die gave van voorbeden heeft in zijn voorraadkamer. And ask if they would lift you up and your team up on a daily basis. En je moet vragen of ze jou en je team iedere dag
voor de troon van God brengen. And I suggest having several intercessors. En ik stel voor om verschillende voorbidders te hebben. Now it could be that the same intercessor is praying for more than one team. That's okay. En het zou dus kunnen dat dat één voorbidder bidt voor verschillende teams. But they have to know that you want them to pray on a consistent basis. Maar je moet ze laten weten dat ze dus voor je bidden op regelmatige basis. Not just when they come to their, you come to their mind. Dus niet, right? Niet slechts als je in hun herinneringen komt. This is a real commitment. Dit is een echte toewijding. You see, we see the enemy trying immediately to cause division within teams. En we zien echt dat de vijand onmiddellijk probeert om verdeeldheid te veroorzaken in teams. And you need to be smart. En je moet slim zijn. You need to realize when these dumb thoughts of division start coming into your mind. En je moet je realiseren op dat moment als die stomme gedachten van verdeeldheid je gedachtenleven binnenkomen. Recognize the source. Onderken de bron. And make sure that you are praying together as a team also on a regular basis. En zorg ervoor dat je op regelmatige basis als team met elkaar bidt. You have to be of one sound. You have to have harmony among yourselves. Je moet één geluid laten klinken. Er dient harmonie te zijn. And realize the word of God talks about daily warfare, not just once a week. En de Bijbel spreekt over dagelijkse oorlogvoering en niet één keer per week. And if this warfare isn't done, it can bring division to a church. En als die oorlogvoering niet wordt gevoerd, dan kan het verdeeldheid brengen in een kerk. When you start making deliverance a normal ministry in a church. En normal? A normal. Als je dus de bevrijdingsbediening een normale bediening maakt in een kerk. Guess what's going to happen? Raad wat er gebeurt. You get attention. Dan krijg je aandacht. Yeah, and it isn't just from the other, you know, unbelieving churches in the area. En dat is niet alleen maar van de gelovige kerken in de omgeving. You get the attention of every religious spirit in the community. En je krijgt echt de attentie van elke religieuze macht in de omgeving. And there's just a few bazillion of them around, you know, that's all. A bazillion. Daar are enige bazillion. What is bazillion? It's a number that doesn't exist because it's so high. Dat is een nummer die dus niet eens bestaat omdat het zo hoog is. He got me. Yay! Yeah. I mean, there's that many. Yes. Met andere woorden, er zijn er zoveel. There isn't a demon behind every bush. Er is geen demon achter elk struikje. There's usually four or five. Meestal vier of vijf. Okay, so. Oh, what did I say? Oh, wat heb ik gezegd? Oei. You forgot that. That's okay, that's good. Okay. So that's the Dutch version of that, huh? En dit is de Nederlandse versie daarvan. Yeah, okay, dat klopt. Okay, yeah, all right. Levels are levels. Okay. Yeah, we'll zijn er nog vragen over niveaus en systemen? Yeah. Okay, are there any other questions on systems or levels or levels or levels? Okay, no. Zijn er nog vragen over niveaus en systemen? Yeah. Niveaus. So there are demons where you can talk Dutch too in your own language. So my question is, when you come to the title of the head demon, it's in English. No, it's in demonese. Nee, it is in the taal van de demonen. Yeah, you know, demons, you might run into a demon with a Dutch sounding name once in a while. Dus de kans is dus wel aanwezig dat je dus een demon tegenkomt met een Nederlandse naam. Yeah, and you might find one with a German name and an English sounding name or whatever. En je kan er wat tegenkomen met een Duits klinkende naam of een Engels klinkende naam. But I don't find demons very often with like an American English name. It doesn't exist. Ik kom niet veel demonen tegen met een Amerikaans Engelse naam. Daar zijn er niet veel van. Say, oh, the titles. So, okay. What is titles. What is de naam, de vertaling van de naam in het Nederlands die wordt genoemd
He wordt genoemd Supreme Most High One. So he wants the literal translation of the Supreme Most High One. I don't know, but I think there is a Dutch word for each one of those words. Dus er moet een vertaling zijn van elk van deze woorden. Okay. And I don't think it would, you know, it's not impossible to come up with a name. Het moet niet onmogelijk zijn om dus met een naam op te komen in het Nederlands. Okay. But if you said it in English, you would probably pronounce it differently than me. But then there is the problem, do I really recognize the real name of the head demon? Yeah, you ask the name of that if you don't have a gift of word of knowledge. Yep. Dus je vraagt naar die naam, zeker als je dus niet de gave hebt van het woord van kennis. Okay. The title is the title, his name is his name. De titel is de titel en zijn naam is de naam. Mm-hmm. Yep. Heb jij nog iets? Okay. Dus when you come with a Dutch title, but how do you know which place they have in this list? So we have other names for Dutch names for this list. No. This does not match any military in the universe. Dus dit kan je dus niet vergelijken met een militaire titel. In het heelal. Ja. Dat zijn dus gewoon namen. No army anywhere has titles of this type. Dus geen leger waar dan ook heeft deze en kent deze titels. Ja. Ja. So it doesn't really matter. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Remember, you're only going to be working with head demons probably in the top 8. Dus we werken alleen maar met hoofddemonen in de top 8. Okay. So don't worry about it. Don't worry about it. Hmm? No, you don't. Dus maak je er geen zorgen om. No, you don't have to worry about it being in a military, an existing military rank. It's not. Dus het is niet een bestaande militaire rangorde. Dus maak je daar geen zorgen om. Yeah. But you will find out what the title from this list is of that. Maar je zal erachter komen wat de titel is van de hoofddemon op deze lijst. Ja. Oké. Is it also not with the word of knowledge that you know it in the group because of the unity and harmony that's in the group that you know through the word of knowledge the name of the head demon? Well, I don't even need to have harmony or unity in the group to know it. Okay? Because the Holy Spirit is the one giving it to me. Dus ik heb zelfs geen eenheid en harmonie in de groep nodig, omdat de Heilige Geest het is die mij die naam geeft door het woord van kennis. Why don't you give a testimony as to how you see that? Yeah, that would be an encouragement. That would be excellent. Ja, oké. Okay. Hij vraagt dus aan mij of ik dus een getuigenis wil geven hoe ik dat doe. Ik werk persoonlijk door middel van het woord van kennis. Ik heb naar dit hele gebeuren geluisterd. En toen dacht ik, heer, dan bent u mij kwijt. En dus ik ben op mijn knieën gegaan. En ik zeg, hier wilt u mij dan die gave van het woord van kennis geven om te weten wie die hoofddemon is. En dat heb ik dus gekregen. En gewoon door de zalving die op je lever is, merk ik op het moment dat ik dus voor die persoon sta, dat op dat moment direct die hoofddemon naar voren komt, gaat staan vooruit in het denken van die persoon. Ik weet zijn naam en ik weet zijn identiteit. Met de rangorde werk ik dus eigenlijk niet, maar ik werk met naam en identiteit. Maar misschien doe ik het dan weer anders dan Ken, dus misschien doe ik het helemaal verkeerd vanuit zijn beleving. Maar dit is eventjes, ik werk met naam en identiteit van de hoofddemon. Mm-hmm. En met de rangorde, ik ben blij dat Ken daar zo mee werkt. Ja? Ja. Halleluja. Waar zeggen wij, er zijn allemaal namen genoemd in de Bijbel van demonen. De eerste die wordt genoemd, in Leviticus geloof ik, is een familiar spirit. En dan heb je de geest van waarzeggerij, de geest van jaloezie. Er zijn allemaal, die worden heel specifiek bij naam genoemd. En vaak past de hoofddemon in een van die categorieën. En de religieuze geest, net wat hij zegt, de vrome geest, komt heel vaak naar voren als de nummer 1 demon. Ja. Now, on demon names,
realize that demons just don't have common names like ours very often. Demonen hebben niet zomaar normale namen zoals die van ons. Okay? They're their own language. Ze hebben hun eigen taal. Demonentaal. So their names are going to sound strange to most everyone. Dus hun namen klinken voor een ieder vreemd. Half the time when I get a name, I start laughing because it sounds so dumb. En meestal als ik dus een naam krijg, dan begin ik te lachen, want het klinkt zo vreemd. But, you know, I mean, look at the kind of company you're keeping. You know, it explains why. En dus als je kijkt naar de naam van het bedrijf, dus wat je leidt, het klinkt gewoon heel erg vreemd. In de demonenwereld dan. So, just keep asking the Lord for that gift. Dus vraag de Heer vast ervoor. En ontvang die gave van het woord van kennis. Now, when I first had this gift, I made some mistakes. En toen ik dus deze gave kreeg, heb ik best wel wat fouten gemaakt. But the Lord took care of the mistakes. Maar de Heer zorgde voor een oplossing voor de fouten. He just wanted me to keep working on getting it better and better and better. En de Heer wilde er gewoon dat ik eraan zou werken om het beter en beter en beter te krijgen. And the more I practiced, the fewer mistakes. En hoe meer ik oefen, des te minder fouten ik maak. Oké. One more question. Nog één vraag. The word of knowledge functioning in the team. How do you think about it? I think it's very necessary. Ik denk dat het zeer noodzakelijk is. If I think it would be wonderful if every team had at least one person working with that word of knowledge. Ik denk dat het eigenlijk noodzakelijk is dat ieder team één persoon heeft die kan werken met het woord van kennis. I think it's also beneficial if at least one member of each team has spiritual sight. En het is denk ik ook zeer doeltreffend als eventjes kijken. Het is heel erg makkelijk om in je team te hebben iemand met de openbaringsgave om te zien. Okay. Now, you can do a fine deliverance for someone without either one working there. En je kan best op een geweldige manier de bevrijdingssessie leiden zonder dat je iemand hebt in deze categorie. It's just by having those gifts present, it speeds things up. Maar juist doordat je die gaven aanwezig zijn, zal de procedure versnellen. You know, you get it to where you're doing the complete deliverances. We teach it in, you know, 2.5 hours or so every time. En we kunnen in 2.5 uur, als we deze mensen in je team hebben, de hele de bevrijdingsprocedure doen. And some will be even faster. Sommige zelfs sneller. And you'll be able to start doing couples together. En we doen nu zelfs echtparen tezamen. And you'll see those done in only 1.5 times as long as one person. En we zien dat dit 1.5 keer zo snel gaat als je slechts voor één persoon bidt. Now I want to get right into sharing some tips with you on how to deal with demons. Okay? En ik wil je gewoon wat tips geven om hoe je om moet gaan met demonen. Sylvia shared some with you and I want to try and share some others. En Sylvia heeft al iets met je gedeeld en ik wil nog wat anders delen. No. Okay. No, we need to go on. Nee, geen vragen meer. We gaan verder. Sorry. We can talk to people later. We kunnen later met mensen over die vragen praten. Okay. First thing, I recommend that before you ever pray for anyone, to pray in the spirit. Okay? To pray in the spirit before you do a deliverance. Voordat je ooit maar voor iemand gaat bidden, bid in de geest. And pray until the Holy Spirit tells you to stop. En bid totdat de Heilige Geest aangeeft om te stoppen. Okay, I'll be praying for 2 people on Sunday. Here, okay? Bijvoorbeeld, ik bid voor 2 mensen op een zondag. And you better believe in the morning I'm going to be praying in the Spirit for those 2 clients I'm going to be with. En je mag echt geloven dat ik gedurende de morgen in de geest bid voor deze 2 cliënten. Now, I teach this, okay? Ik onderwijs dit. And then, when we're at a church doing the complete seminar, we're coaching people. En als we dus in een kerk zijn en deze hele bevrijdingsseminar onderwijzen en ook mensen coachen. And I'll ask the people I'm coaching, did you remember to pray in the Spirit?
dan herinner ik de mensen die ik dus coach eraan, heb je in de geest gebeden? Guess what their answer is. En wat zou een antwoord zijn? Nee. Nee. You know, they're a little embarrassed. En ze voelen zich een beetje beschaamd. So that's why I am really stressing it here. Right? Dus daarom benadruk ik dit echt. Okay. Now, I recommend also that you keep your eyes on the client. En ik beveel je ook aan om je ogen te blijven richten op de cliënt. As much as you can. Zoveel als je kan. 85% of discernment is visual. 85% van het onderscheid is visueel. Now, if you're asking questions and just taking notes the whole time and never looking, how do you know what's going on? En als je 85% van de tijd aan notities aan het maken of aan het opschrijven bent en vragen aan het stellen bent, hoe weet je dan wat er aan de hand is? How do you know if they're making your client physically uncomfortable? Hoe kom je erachter dat ze je cliënt fysiek het ongemakkelijk maken? How do you know if your client has come back out, been forced out by the demons? En hoe kom je er anders achter dan dat je cliënt weer naar voren is gekomen en niet meer schuilt bij de Heer Jezus? How would you know if an altar had been forced out? En hoe kom je erachter dat een altar naar voren is gedrongen? Now, if I'm praying for someone. Dus als ik voor iemand bid, okay. En ik bid voor nou. You know where I'm looking? Weet je waar ik kijk? At her left eye. Dan kijk ik naar haar linkeroog. Okay. I can only look at one eye at a time. Ik kan maar naar één oog tegelijk kijken. It's really tough to look at two, or you're going to get cross-eyed, you know. En het is heel moeilijk om naar twee ogen te kijken, anders dan ga je scheel kijken. Then this demon will really know he's got you where he wants you. En dan weet die demon, oh, nu heb ik hem echt waar ik hem wil hebben. Now, why the left eye? Waarom de linker oog? Because demons basically live on the left side of a body. Omdat demonen normaal gesproken altijd leven aan de linkerkant van het lichaam. Yeah, that's why most physical problems start on the left side and eventually move to the right. En also. Daarom beginnen. Was bloem. Goed zo. Daarom beginnen de meeste lichamelijke problemen aan de linkerkant en trekken dan door naar de rechterkant. So when I'm writing, then I look up and I look at that left eye when I begin to make another command and he's looking right into my eyes. En als ik dus aan het schrijven ben, dan kijk ik tevens naar dat linker oog en dan geef ik al het bevel, of eigenlijk het volgende bevel, zodat hij daarop moet gaan reageren. Even if the eyes are closed, he can see me. En zelfs als de ogen gesloten zijn, kan hij mij zien. He just sees more if the eyes are open. Okay? Hij ziet alleen wat meer als de ogen open zijn. So, okay, now. When you're finding out about altars in a person? Als je erachter komt dat iemand alters, deelpersonen heeft. And that person has children. En die persoon die heeft ook kinderen. Find out if there are altars in the children also. Kom erachter of er ook altars in de kinderen zijn. Okay. Now, when you go about cleansing children, which we'll be talking about tomorrow a little more. Dus als je kinderen gaat reinigen, en we zullen daar meer over praten morgen. And you find out that there's some things left over in the children that you have to pray out of them. En je komt erachter dat er wat dingen over zijn gebleven in de kinderen die je later nog moet wegbidden. You don't have to include that information in the confession of truth. Dan hoef je die informatie niet te halen bij de belijdenis van de waarheid. There's one more way you can find out the head demon in a person. En er is nog één manier waarop je er kan achterkomen wie de hoofddemon is in het lichaam van een persoon. Okay, let's say there's four or five of you sitting in the room with me when I pray for someone on Sunday. Bijvoorbeeld, als er vier of vijf mensen in een kamer zitten als ik met iemand aan het bidden ben op een zondag. And one of you who's joining me has not had prayer yet but wants it.
Maar er is iemand die komt naar me toe en daar heb ik nog niet voor gebeden, maar die wilde dat ik voor hem bid. With my client's permission. Met de toestemming van de cliënt. And your desire to find out who the head demon is in your body. En met jouw verlangen om erachter te komen wie de hoofddemon is in jouw lichaam. We can demand that the head demon and the person I'm praying for tell me who the head demon is in you. Dan kunnen we de hoofddemon in de cliënt bevelen die in de cliënt is om te vertellen wie de hoofddemon in jou is. And their level and their title and en whatever. En hun niveau en titel en wat dan ook. Yeah, that can save a lot of time. En dat kan ook een hoop werk schelen. You know, one of the ways you go about this is you say, what's your first name? En de manier waarop je hiermee Astrid, kan werken. Astrid. Haar naam is, haar roepnaam Astrid. Okay. And let's say Astrid is going, I don't know if I need prayer or not. En wellicht zegt Astrid, ik weet niet of ik gebed nodig heb. And then I would ask that head demon, what's the color coming from within or around Astrid? En dan kan ik de hoofddemon en de cliënt vragen, wat is de kleur die Astrid uitstraalt? Yeah. And if they say anything but white, guess what? En als ze iets anders zeggen dan wit, raad eens. Yeah, ooh, scary. Oh, beangstigend. Nee. No, no problem. We cast them out. Okay. That's right, they're already got you. Okay. But this is a very quick way to find out if somebody's demonized and what the demon's name is. Dit is een hele snelle manier om erachter te komen of iemand gedemoniseerd is, een hoofddemon heeft. These demons love to rat on one another. You know? En deze demonen die vinden het heerlijk om een beetje op elkaar af te geven. Now, when the demons find out, als de demonen erachter komen, the gifts and the call of the person in whom they dwell. De gave en de roeping van de persoon waarin ze wonen. A conception. Een gedurende conceptie. You see, the information is already there. De informatie is daar al. You don't have to be a particular age for suddenly all of these spiritual gifts to show up. En je hoeft niet een bepaalde leeftijd te hebben, zodat dus al deze gaven naar buiten gaan komen. The word of God says that the Lord determined all that before time began. Want het woord van God openbaart ons heel duidelijk dat voordat de tijd begon, had hij dat al besloten. And when you're doing a deliverance and that demon is having to reveal the gifts and the call. Dus als je een bevrijding hebt en deze hoofddemon die moet deze roeping en gaven openbaren. They're not walking through the storeroom to tell you what's there. Dan lopen ze niet door de voorraadkamer heen om te vertellen wat daar is. They're always bound up in front of you. Ze zijn altijd vooraan in het denken gebonden. They know what's in there. Ze weten wat daar is. They got it memorized. Dat hebben ze gememoriseerd. They spend a lot of time in there making it dirty and dusty. En ze hebben daar een hele lange tijd zich in bevonden om het vies en stoffig te maken. And they know what the call is. En ze weten wat de roeping is. You know, I can have a demon in front of me with no eyes. En ik kan een demon voor me hebben met geen ogen. The only thing left is a head with a tongue in it. En het enige wat er over is een hoofd en een tong erin. And he can quote. He won't read it, but he'll quote the call to me. Maar hij kan het niet lezen, maar hij kan wel de roeping citeren. Because he has it memorized. Omdat hij dat gememoriseerd heeft. But remember, they don't know the future. Maar weet je, ze kennen niet de toekomst. Don't start asking them futuristic stuff. Dus ga geen vragen stellen over de toekomst. Because that's divination. Want dat is waarzeggerij. They don't know the future. Want ze kennen de toekomst niet. Okay. The only thing that God reveals to them that I'm aware of is the day that they're headed home. De enige wat de Heere God aan hen geopenbaard heeft, is de dag dat ze weer naar huis gaan. And that has nothing to do with you or your client, only with that demon. En het heeft niets te maken met jou of je cliënt, maar alleen maar met die demon. And I love to find out that information in a deliverance. En ik vind het geweldig om die informatie om daar achter te komen in de bevrijding. Because it shows how much God has ordained that moment.
Want het laat zien hoe God dat moment heeft uitgekozen. And the enemy couldn't do a thing to stop it. En de vijand kan er niets aan doen om het te stoppen. They try to kill him, they try to do everything and it doesn't work. Geprobeerd om hem te vermoorden of wat dan ook te doen, maar het is ze niet gelukt. Arme luidjes. Yep. It's great news, isn't it? En dat is goed nieuws, vindt hij ook niet? The other thing I like to find out is this client your last assignment? En het andere wat ik ook heel waardevol vind om eruit te halen is dit jouw laatste opdracht? 5 or 6 years ago, it was for about 50% of the head demons. 5 tot 6 jaar geleden was de cliënt de laatste opdracht van de hoofddemon. But today, maar vandaag de dag, it's over 95%. Het is 95% de laatste opdracht. In just 5 years. In slechts 5 jaar. Now, let's say the demon says, no, I have another assignment. Stel je voor dat de hoofddemon zegt, nee, ik heb een andere opdracht. Make a note. Okay. Maak een notitie. The first thing I ask them is, were you planning on this person's, one of their children? Okay. De eerste vraag die ik dan stel, heb je gepland om te gaan wonen in de kinderen? What if the answer is yes? Wat als het antwoord ja is? Well, the truth is, that client then is the last assignment. En als dat de waarheid is, dan is die cliënt de laatste opdracht. Because they are forfeiting, okay, that last, that child. Omdat ze dat kind dienen prijs te geven en los te laten. Okay, now, somebody asked me. Iemand heeft me gevraagd. In Germany, how is this cutting up of demons work, you know? En iemand in Duitsland heeft mij gevraagd, hoe werkt dat, het afsnijden van ledematen van Did demonen? Did you talk about destroying demons in Luke 4:34 or anything? Oh, you have? Have you talked about a little bit, Joshua? Dus heb je erover gepraat, over het vernietigen van demonen in Lucas 4? Oké. Okay. In Luke 4... In Lucas hoofdstuk 4 vers 34. This spirit is saying to Jesus. Zegt de geest tegen Jezus. Have you come to destroy us? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Another scripture says, have you come to destroy us before the time? En een ander schriftgedeelte zegt, ben je gekomen om ons te vernietigen voor de tijd? Well, the word in the Greek means to annihilate, to disintegrate. Dus het woord in het Grieks betekent eigenlijk vernietigen, annihileren, hè? Like vaporize. Annihilatie. Vaporize. Dus dat je helemaal oplost in het niets. Ja, yeah, like, bye. Okay. Zoals, dag. Okay, now let's go back to when we were roasting Gerard at the stake. Dus laten we teruggaan toen we Gerard aan het verbranden waren. Yes. We were having flambé human being here. And, yes. Geflambeerde menselijk vlees. Heerlijk. Yeah, lekker. Lekker. Yes. Tut gut. Okay. So, in this case, he burns up and we blow him away, right? Dus in dit geval verbrandt hij totaal en we blazen hem weg. But is he dead? Maar is hij dood? Nee. I mean, nee. Nee. No. No. Oh, confusion, yeah? No, his spirit goes to live with the Father. Right? Nee, zijn geest gaat naar de Vader toe. No, he's actually having a better time than he had here. En hij heeft nog een betere tijd dan dat hij hier had. Hey, well, you see, we then get what? A spiritual body. Dus wat krijgen we dan? Een geestelijk lichaam. And God created the spirit realm. En God schiep de geestelijke wereld. And they have bodies, right? En daar hebben ze lichamen. You take the fire to their bodies, exactly the same thing happens to them as Gerard. En als je het vuur gebruikt, dan zal precies hetzelfde gebeuren met de lichamen van deze demonen als met mijn lichaam gebeurde.
That's right. The very essence of their being continues to live. Dus de essentie, de kern van hun wezen blijft gaat verder met leven. They're not extinguished. Ze worden dus niet helemaal verdeeld. Ja, dat ze niet meer bestaan. Wat ze niet meer bestaan. It's like the spirit of the spirit goes to that lake of fire to be tormented forever. Dus de geest van die geest gaat naar het vuur voor eeuwig. That's why you can cut up demons' bodies. Vandaar dat je dus de lichamen van demonen kan bewerken. The angels use spiritual swords to cut the spirits. Dus de engelen gebruiken zwaarden om de lichaamsdelen van deze demonen af te snijden. Yeah. I think Sylvia talked to you about how you ask the question of the spirit. Is that right? Dus ik geloof dat Sylvia erover heeft gesproken hoe je de demon de vraag kunt stellen. Let me just give you an example of one that I wrote down, how it matters. Laat mij een voorbeeld geven van wat ik dus heb opgeschreven waar het over gaat. I asked a head demon, how are you using death grips that were being used for memories? En dan stel ik de hoofddemon de vraag, hoe heb je de doodsgrepen gebruikt met betrekking tot herinneringen? Because that's the only word the demon used when I asked for the purposes and programs of those death grips. Want dat is het enige woord dat de hoofddemon gebruikt heeft voor de doodsgrepen en doodsbanden. You know, see, an answer of, well, they were used for memories. What would that tell you? En dus dat ze gezegd hebben, ze zijn gebruikt voor herinneringen. Nou, wat vertelt ons dat? Nothing. Helemaal niets. I wouldn't go on, because that would not be fair to you, my client. En dan ga ik niet verder, want dat zou niet eerlijk zijn naar de cliënt toe. So I said, what about the memories? En dan stel ik de vraag, ja maar, wat met betrekking tot de herinneringen? And the demon says, well, we planted them. En dan zal de hoofddemon zeggen, we hebben ze daar neergezet. Doesn't answer the question, does it? Maar dat beantwoordt niet de vraag. Okay, you planted them about what? En maar hoe heb je ze dan planted them? Planted. Dus daar, hoe heb je ze daar dan geplaatst? We showed her what sex was at a young age. We hebben haar laten zien wat seks was op een jeugdige leeftijd. Now we're getting close to the real purpose. Dus nu komen we dicht bij dat echte doel. So I told him, go on. En dan zeg ik, ga verder. Well, we went in and tormented and tempted her. Nou, we gingen binnen en we hebben haar gepijnigd en haar verleid. So finally, she knows what the cause of that was when she was young. En uiteindelijk weet ze wat dus de oorzaak was van die doodsgreep toen ze jong was. Think of that versus we used it for memories. Denk daaraan wat ik net verteld heb en dan ook aan herinneringen. You see the difference? Ziet u het verschil? The first one doesn't help. You have to keep asking until you get a complete answer. Dus het eerste antwoord, dat helpt niet veel. Maar je moet doorvragen om een compleet en duidelijk antwoord te krijgen op die vraag. Now, if a demon starts giving me partial answers, I let him know if he continues, there will be consequences. Nou, en als dus de hoofddemon mij antwoorden geeft in delen, dan begin ik hem wel degelijk te vertellen dat er consequenties aan verbonden zijn. Now another thing is that if I'm wondering about something, I ask a demon, can you confess that is true? En als ik dus twijfel, dan kan ik tegen die hoofddemon zeggen, beleid jij dit als zijnde de waarheid? Now many of you might already be doing that if you're praying for people. En velen van u doen dat wellicht al als je dus voor mensen bidt. Let's say the demon says yes and I still have a little bit of a check in my spirit about it. Stel je voor dat de hoofddemon ja zegt, maar ik heb nog wat twijfel in mijn geest erover. Here's what I say to that demon. Dan zeg ik het volgende tegen deze hoofddemon. If you can't confess this is true later, I'm gonna make life very miserable for you and your men. Als jij later in de procedure dit niet als de waarheid kan beleiden, dan maak ik het verdere van je leven heel erg miserabel voor je. Are you sure you don't want to change that answer?
Ben je er zeker van dat je het antwoord niet wil veranderen? And more times than not they say, well, yeah, you were right. You know. En heel vaak zeggen ze dan, okay. ja, je hebt gelijk. And of course the safe question to ask is there anything else the Lord Jesus Christ of Nazareth, who came in the flesh, requires you to share about this? En dan natuurlijk de volgende vraag is, die je dan gelijk stelt, van heeft de Heer Jezus Christus van Nazareth, die gekomen is in het vlees, jou bevolen om nog wat andere informatie te geven? But I always use terms like, go on, next, what else, continue. En ik gebruik allemaal woorden als, ga verder, ga door, wat is het volgende? Now I'll tell you how to save a good half hour in a deliverance. En ik wil je vertellen hoe je een goed half uur in een bevrijdingssessie kan besparen. I'm saying that or asking the next question while I am writing the answer down that I just got. En ik schrijf dus het antwoord op en gedurende het opschrijven van het antwoord stel ik alweer de volgende vraag. If you wait to ask the next question until you've written that complete answer down, you will lose 30 minutes. En als je dus wacht met het stellen van de volgende vraag, als je nog bezig bent om het antwoord op te schrijven, dan verlies je zo 30 minuten. And I don't know about you, but the shorter the deliverance is, the more happy I am. Maar ik weet niet hoe het met u is, maar hoe korter de bevrijdingssessie is, hoe beter voor mij. And you'll, this will just become second nature to you after a while. En dit wordt als het ware als een tweede natuur van je. Okay. Now, I think we're done. Ik denk dat we klaar zijn.